De laatste weken zie je toch stijgende lijnen in ons spel. Klinkt misschien raar na een nederlaag bij Roda, maar ja, ik vind dat we daar toch voetballend gezien wel een redelijke partij hebben gespeeld. Misschien wat te makkelijk goals weg hebben gegeven, maar om gewoon in dat ritme te blijven van wedstrijden blijven spelen, hebben we ervoor gekozen om vandaag een wedstrijd te spelen. Plus om jongens die normaal niet zoveel spelen toch een serieuze wedstrijd aan te bieden. Deze wedstrijd wordt gespeeld zonder publiek, dat is niet zonder reden? Ja, dat is voornamelijk op advies van politie en gemeente, omdat er toch in het verleden wel eens incidenten zijn gebeurd en dat is heel jammer. Want ja, het liefst speel je dit soort wedstrijden gewoon met publiek. Zonder publiek speelde NAC tegen Lokeren met Santi Kolk in de spits. De Hagenees, net hersteld van een blessure, verving Alex Schalk die met Jong Oranje in Oostenrijk verblijft. In het begin van de eerste helft werd Kolk nog niet gevonden door Florian Josefsson, maar een voorzet van Bayram komt even later wel aan. De Belgische doelman De Loze kan zijn kopbal met moeite uit het doel werken. NAC was sterker in een matige eerste helft. De ploeg kreeg niet superveel kansen, maar was wel de gevaarlijkste. Al stond het vizier, zoals hier bij Florian Josefsson, niet op scherp. Vlak voor rust, een spaarzaam momentje voor Lokeren. Een corner, de bal komt bij de eerste paal en de Noord Ludwig komt dan voor Rolly Bonaventia en keeper Jelle ten Rouwelaar. Lokeren komt tegen de verhouding in op voorsprong. In de tweede helft is doelman Jelle ten Rouwelaar vervangen door Jimmy van Vessem. En ook Kees Luiks komt in het veld. Maar de rollen lijken in eerste instantie omgedraaid. Lokeren zet de toon naar rust met een schot van Benjamin. Maar dan gaat NAC met Schilder voor Lasnik pas echt voetballen. Leuk voetballen. Zo vindt Jens Janssen Santi Kolk die het keurig afmaakt. 1-1. NAC gaat dan door en Florian Josefsson maakt er 2 minuten later, we schrijven de 67e minuut, 2-1 van. Opnieuw 2 minuten later. Lurling stuurt Kolk weg. En die doet eigenlijk niets fout, maar heeft de pech dat hij op de paal schiet. Maar buiten beeld komt dan Bonaventia aanlopen die alsnog de 3-1 aantekent. Het slotakkoord begint bij een korte corner van Schilder. Die krijgt de bal terug van Lurling, zet voor en plaatst de bal precies op het hoofd van de vrijstaande Jordi Buijs. Eindstand 4-1. Een oefenduel met een toch wel opvallende rol voor Santi Kolk in de punt van de aanval. Je probeert een keer met Santi in de spits en je weet wel, het is natuurlijk een spits. Meer in een tweespitsen systeem, maar hij heeft vandaag laten zien dat hij het ook met 3 prima uit de voeten kan. Ja, persoonlijk ging het zeker lekker. Ja. Eerste helft lagen er denk ik wel best wel wat momenten om nog meer vrij te komen. Dus dan was het toch wel moeilijk om waarschijnlijk de bal toch achter de verdediging te leggen. Maar als je dan toch blijft proberen, hè, met je loopacties gewoon toch weer steeds proberen om vrij te komen. En dan zie je dat in de tweede helft wat makkelijker gaat. Ja, dat het dan dat je dan ook je wapen goed kan gebruiken, zeg maar. Dat het dan in het team terugkomt. Weer gescoord, altijd fijn? Ja, is altijd fijn. Belangrijk zijn voor je ploeg. Of dat nou een doelpunt is of een assist. Ik denk als je aanvaller bent, is het toch denk ik wel iets lekkerder om een doelpunt te maken. En dat is gelukt. En ook nog bij 2 andere goals betrokken. Dus leuke wedstrijd. Santi Kolk weer terug. Dat moet een geruststellende gedachte voor jou zijn. Want ja, je zit niet zo dik in aanvallers. Nee, kijk en Alex, dat gaat erg hard allemaal. Nu hebben we Jong Oranje en hij is pas 19 jaar. Dan is het goed om te weten dat we de 2 hebben die we er zo in kunnen zetten. En het boterde goed met de buitenspelers en met Santi. En ook met de middenvelders. Dat voelde elkaar goed aan, vond ik. Dus dat is inderdaad wel een geruststelling, ja. Een waardevolle middag, is dat de conclusie? Ja, ik vond het zeker. En ik heb de tweede helft ook genoten van ons spel, ja.